Gaan we dan. Krabben zijn een groep van kreeftachtige dieren die behoren tot de 10-potigen. De wetenschappelijke naam, Brachyura, betekent letterlijk korte staart en verwijst naar het onder het buikschild geklapte achterlijf. Wie pakt nu snoep uit? De hele dag om te vreten en dan wanneer ik begin ga je snoep uitpakken. Je deelt niet uit. Gier. Ik denk dat jullie afgevallen, daar hoor je niemand over, maar wel lullen als ik dik ben geworden. Oké. Waardoor krabben in tegenstelling tot andere kreeftachtigen geen zichtbare staart hebben. Krabben worden ook wel kortstaartige of kortstaartkreeften genoemd vanwege hun gereduceerde achterlijf. De onderzijde van de krab is eigenlijk zijn staart en dit is een belangrijk verschil met alle andere kreeftachtigen. Krabben worden verder gekenmerkt door een afgeplat lichaam dat breder is dan lang en omgeven wordt door rugpantser. De ogen die duidelijk op steeltjes staan en het tot grijpscharen omgebouwde voorste paar poten. Andere opmerkelijke eigenschappen zijn de zijwaartse manier van voortbewegen en het vermogen zich snel in te graven bij gevaar. Ingrediënten voor krab met aardappel en curry. Voor 4 personen 1 kilo krabbenpoten. Onder andere diepgevroren te verkrijgen bij de Surinaamse toko. 6 grote tenen knoflook. Een halve, let op, deze vind ik heel mooi. Een halve middelgrote ui. Wat is dat voor aanwijzing? Een halve middelgrote ui. Een kleine aardappel, 150 milliliter bak olijfolie, 2 volle eetlepels Hindoestaanse curry masala, 3 eetlepels tomatenpuree, 1 eetlepel zoute sojasaus en een klein greepje fijn gehakte blad van bleekselderij. Oftewel soepelwiri. Laat de krabbenpoten zo nodig ontdooien. Dompel ze onder in een pan kokend water. En schud ze flink, zodat alle ongerechtigheden losweken. Spoel ze daarna af met stromend water en laat goed uitlekken. Pel de knoflooktenen en stamp ze fijn in een vijzel. Pel de ei en snipper hem. Staat er echt. Snijd de aardappel, was hem en snijd hem in blokjes. Verhit de olie in een pan en bak ze om en voeg daar de krabbenpoot aan toe en bak ze omscheppend in 1 minuut of 2 op hoog vuur. Doe daar de knoflook even later de ei ook aan toe, fruit ze 1 minuutje mee. Zorg dat ze goed bedekt raken met de masala. Voeg naar smaak zout en vers gemalen peper toe. Voeg de tomatenpuree toe en bak even mee. Voeg de sojasaus toe. En bak die ook kort mee. Schenk zoveel water in de pan dat de krab net onder water staat. Voeg dan de blokjes aardappel toe. Breng alles aan de kook. Leg een deksel op de pan. Draai het vuur laag. Zet die vlam op spaar. Proef na 1 uur. Dit is een van de mooiste aanwijzingen ooit. Proef na 1 uur of er meer zout bij moet. De krab is klaar wanneer het krabvlees gemakkelijk uit de pootjes kan zuigen. Meng op het laatst de selderij erdoor, serveer met witte rijst en kousenband. De meeste krabben leven in vrijheid in de zee. En zijn te vinden in de diepzee tot in de getijdenzone. Een aantal soorten heeft de zee verlaten en heeft zich aangepast aan het leven in zoet water. Sommige soorten worden voornamelijk op land aangetroffen, meestal in vochtige bossen.